Tja, waar moet je nou op letten bij het kopen van een statief? Ja, dat is een vraag die mij regelmatig wordt gesteld. En het is heel belangrijk dat je een hele goede keuze maakt voor een statief. Want wanneer je niet tevreden bent, ja, dan heb je niet alleen een dure miskoop begaan. Ja, de kans is dan ook groot dat je je statief gewoon dan helaas niet gaat gebruiken. Zonde, want ja, het is naar mijn mening best wel een hele belangrijke investering. En ook de belangrijkste accessoire voor je fotografie. Ja, in deze video geef ik je tips die je kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze. Ik zie namelijk dat er best wel vaak wordt bezuinigd op de aankoop van een statief. Meestal omdat er al snel wordt gedacht dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt. En natuurlijk het verschil tussen een statief van 1100 euro... en een van 650 euro of 600 euro, ja, dat is mogelijk inderdaad niet zo groot. Maar ik kan je verzekeren dat het verschil tussen een statief van 200 euro of eentje van 400 euro, ja, wel degelijk een flink verschil zal maken. Dit in zowel de kwaliteit van het statief, ja, als ook de stabiliteit die een statiefje te bieden heeft. Laten we dus maar heel snel gaan beginnen. Ja, laat ik je maar gelijk uit die droom helpen. Het ideale statief, ja, dat bestaat niet. Die ga je niet vinden. Er zijn altijd bepaalde concessies die je zult moeten doen. En er is altijd wel iets te wensen of er is altijd wel iets aan een statief, ja, dat je iets minder fijn vindt. Ja, ieder type statief, ja, dat heeft gewoon zo zijn eigen voor- en nadelen. Ja, belangrijker nog is, ja, dat jij je niet laat verblinden door de marketing en niet laat verleiden door die marketing. Ik ben er ook een aantal keer in getrapt en daardoor heb ik uiteindelijk, ja, gewoon onnodig veel geld uit moeten geven om, ja, mijn ideale statief te kunnen vinden. Er zijn dus een aantal dingen waar je rekening mee moet houden, ja, wanneer je een statief wilt gaan kopen. Nou, ik geef je in deze video dus wat tips van dingen die ik belangrijk vind en ik stel je ook een aantal vragen, ja, die alleen jij voor jezelf kunt beantwoorden. Ja, zo kun jij dus op zoek naar jouw eigen ideale statief. Als er één ding is in ieder geval wat ik over de afgelopen jaren wel heb geleerd, ja, dan is dat kwaliteit belangrijk is. Ja, je krijgt gewoon wat je betaalt. Bij een statief uit de goedkopere prijsklasses, ja, boet je in aan stabiliteit en daarmee dus ook heel veel aan de kwaliteit. En die kwaliteit van een statief, ja, die is zeker niet subjectief te noemen. Die is veel minder subjectief dan dat je waarschijnlijk zult denken. Nee, die is eigenlijk best wel meetbaar. Nou, voor mij als landschapsfotograaf moet een goed statief, ja, voldoen aan de volgende drie kenmerken. Met een goed statief, ja, kun je zowel hoog als ook heel laag bij de grond werken. Een statief moet stabiliteit kunnen bieden. Die moet dus goed stevig kunnen blijven staan, ja, in zowel de wind als wanneer je hem in het water zet. En een statief, ja, moet voldoende gewicht kunnen dragen. Nou, die laatste twee punten, die zijn vooral belangrijk, omdat ze je helpen bij het voorkomen van bewegingsonscherpte. Nou, heel veel mensen, ja, die ik ken, die zien de aanschaf van een statief toch wel een beetje als een sluitpost. Hij mag vooral niet te veel kosten. En ik ken ook nog wel een aantal mensen die twijfelen aan het nut van een statief. Die twijfel is bij sommigen dan ook nog eens een keer alleen maar toegenomen, nu hun camera's beschikken over ingebouwde beeldstabilisatie. Ja, IBIS of ingebouwde beeldstabilisatie, ja, die wordt door hen dan gezien als een soort van heilige graal.
die het gebruik van een statief dan overbodig zou maken. Nou, althans, dat is de mythe waarin ze stellig geloven, omdat camerafabrikant X of Y ja, dit systeem zo aan hen verkoopt als een marketingpraatje. En hoe goed die ingebouwde beeldstabilisatie ook is, er komt altijd een moment ja, dat bewegingsonscherpte zal optreden wanneer jij ja, uit de hand fotografeert. Immers, op het moment dat jij door die zoeker kijkt, ga je altijd wat bewegen. Dus ja, dat gaat gewoon niet. Nou, een statief is dus, ja, een IBIS is dus geen vervanger voor een statief. En dat zal het dus ook nooit worden. En voor de meer serieuzere fotograaf, ja, blijft een stevig en stabiel statief dus gewoon domweg een noodzaak. Ja, bekijk het ook eens aan de andere kant. Het is geen verrassing voor je als ik zeg dat fotografie een dure hobby is. Naast de camera heb je ook nog eens een keer objectieven nodig, extra accu's, een goede fototas, een flitser en misschien nog wel een filterset. Nou ja, daar hoort dus evengoed een goed statief bij als jij jouw fotografie gewoon serieus neemt. En ik begrijp ook wel dat een statief vaak als een onhandig onding wordt ervaren. Ze zijn onhandig om mee te nemen, het neemt er extra gewicht in, het is extra gezeul, het is een gedoe om ze op te zetten. Ja, dat is allemaal waar en dat ga ik natuurlijk ook gewoon niet ontkennen. Tegelijkertijd ja, zitten er ook behoorlijk wat voordelen aan het gebruik van een statief, ja, die heel vaak dan over het hoofd worden gezien of gewoon worden vergeten. Een statief, ja, die geeft je bovenal natuurlijk extra stabiliteit. Het grootste voordeel is, met een statief kun je trillingsvrij fotograferen. Ja, dat wil zeggen, een statief ja, ook stabiel blijft onder guurdere weersomstandigheden, zoals bij wind of wanneer je hem in het water zet, bijvoorbeeld in de zee. Nou, een ander groot voordeel is dat je consistent dezelfde opnames kunt blijven maken. Ja, zonder dat daarbij die compositie telkens een heel klein beetje verandert. Een statief helpt je dus ook bij het maken van bracketingopnames, belichtingstrappen, HDR, focusstacking, het maken van panoramaopnames. Ja, en natuurlijk bij het maken van opnames met een lange sluitertijd. Ja, een ander belangrijk punt is dat wanneer je met een statief fotografeert, ja, jij je handen gewoon vrij kunt houden. Je kunt je camera dus heel eenvoudig gewoon instellen ja, en bedienen, waardoor je dus meer aandacht kunt besteden aan de compositie en je belichtingsinstellingen. Ja, bovendien voorkom je bewegingsonscherpte die wordt veroorzaakt door trillingen van je hand. Nou, daarnaast is een statief ook nog eens een keer ideaal wanneer je handmatig je wilt scherpstellen. En dat is bijvoorbeeld weer wanneer je scherpte kritisch is, bijvoorbeeld bij het maken van een macro-opname. Ja, dan kun je, wanneer je een statief gebruikt, gewoon heel eenvoudig je handmatig scherpstellen zonder dat je die compositie wijzigt. Je kunt dus heel nauwkeurig en heel precies werken. Ja, een andere reden om een statief te gebruiken is natuurlijk om te fotograferen ja, onder situaties met weinig licht. Als het licht niet optimaal is, bijvoorbeeld in het schemerdonker of bij zonsopkomst of zonsondergang, ja, ook dan is een statief natuurlijk ideaal. Ik had hem al genoemd, maar ik ga het nog een keer zeggen. Natuurlijk kun je ook nog eens een keer fotograferen met zeer lange sluitertijden. Sluitertijden van gewoon enkele minuten. En dat maakt dat het werken met grijsfilters ja, daardoor dus een stuk eenvoudiger wordt. Nou, en een statief heeft ja, nog een keer een voordeel. Je kunt hem opzetten op plekken ja, waar jij zelf moeilijk kunt blijven staan. Bijvoorbeeld langs de kant van een drukke weg of laag bij de grond of op een oneffen bodem.
Een goed statief is dus eigenlijk helemaal niet zo onhandig als er vaak wordt gedacht. Ik zou zeggen, neem hem een paar keer mee als je gaat fotograferen. En je zult dan merken hoeveel voordeel zo'n ding je te bieden heeft. Ja, wanneer je eenmaal weet gewoon hoe je op een slimme manier die poten weer in en uitklapt. En wanneer je hebt gekozen voor een statiefkop, ja, die past bij jouw type fotografie. Ja, dan zul je zien dat je hem uiteindelijk gewoon overal mee naartoe gaat nemen. Je zult dan ook merken dat je foto's gewoon binnen de kortste keren, ja, met grote stappen gewoon vooruit gaan. De eerste vraag, ja, die jij jezelf moet stellen is, wanneer je statief wilt kopen, is ja, hoe groot is het maximale draaggewicht dat een statief kan dragen? En heel veel fotografen die maken daarbij de denkfout, ja, om alleen het gewicht van hun camera te wegen en kopen dan dus een statief met een te lichte draagcapaciteit. En het gevolg daarvan is, ja, dat je dan het risico loopt dat het statief, als het een beetje waait, woppa, kan omwaaien. Ja, en dat is natuurlijk met alle gevolgen van dien. Ik had de statiefkop niet vastgezet, zoals je zag. Ja, neem dus als uitgangspunt het gewicht van je camera plus het zwaarste objectief dat je hebt. Houd er rekening mee dat je ook nog eens een keer het gewicht van die statiefkop mee moet wegen. Nou, vermenigvuldig dat gewicht dan met 1,5 en liever nog een keer 2. En dan krijg je dus het maximale draaggewicht, ja, waarover jouw nieuwe statief dan zou moeten beschikken. En je zult zien dat je al heel snel op 15 tot 20 kilo uit gaat komen. Zelfs wanneer je gebruik maakt, ja, van een kleine systeemcamera. Moet je statief kunnen staan? Hoe hoog moet die kunnen reiken? Nou, een goede vuistregel is dat je in ieder geval makkelijk door de zoeker van je camera kunt kijken als je het statief helemaal hebt uitgeschoven. Dat wil zeggen, het statief moet dus passen bij de hoogte van jouw lichaam. En waardoor je niet, ja, dus heel erg hoeft te bukken, ja, als je door die zoeker kijkt. Kies dus niet iets dat, ja, lager is dan dat, want dan zul je al heel snel last krijgen van je rug wanneer je wat langer door die zoeker moet turen. Nou, koop je nou een statief zonder statiefkop of alleen, hoe kun je nou zien dat die goed staat? Nou, dan moet je statief ongeveer reiken tot aan je kin. Dan weet je dat je de goede maat hebt. Minstens zo belangrijk als de, ja, hoogte natuurlijk, is ook, ja, hoe laag je bij de grond kunt fotograferen. Ik ga er in ieder geval van uit dat je maar, ja, 1 statief met je mee wil sjouwen. En om die reden is het dus belangrijk, ja, dat je de poten van het statief helemaal wijd kunt uitklappen. Dus helemaal, nou, bijna 90 graden boven de grond kunt zetten. Dan kom je dus uit op een werkhoogte van gemiddeld genomen ongeveer 15-20 centimeter. En dat is wel lekker. Nou, wil je dan nog lager, dus echt vanaf de grond, nou, ga dan lekker liggen. Fotografeer uit de hand. Leg je camera dan op een reiszak. Dat is het beste advies wat ik je dan kan geven. Wanneer je een statief koopt, ja, dan wil je natuurlijk ook niet te veel gewicht met je meesjouwen. Is het statief te zwaar, ja, dan laat je hem al heel snel thuis en wil je hem niet meenemen. Nou, is hij te licht, ja, dan is je statief al heel vaak niet stabiel genoeg. Nou, het is eigenlijk vaak op dit punt dat je heel vaak concessies zult moeten doen. En voor wat betreft het materiaal,
ja, kun je natuurlijk kiezen uit aluminium of uit carbon. Nou, de lichtste statieven, ja, die zijn gemaakt van carbon. En heeft ook een aantal voordelen, want een carbon, dat is uiterst duurzaam. Het kan heel goed trillingen opvangen. Het is licht van gewicht en het kan niet roesten of corroderen. Een nadeel van een carbon statief, ja, is wel zijn hogere prijskaartje. Ja, je kunt natuurlijk ook kiezen voor een aluminium statief. Aluminium is zwaarder dan carbon. Maar het grootste nadeel daarvan, vind ik wel van een aluminium statief, ja, is dat het koud aanvoelt aan je handen, zeker in de wintermaanden. Nou, voor wat betreft het gewicht, ja, adviseer ik je om te kijken naar statieven zonder kop, die niet zwaarder zijn dan 2, maximaal 2,5 kilogram. Nou, een goed carbon statief, zoals hier, dat weegt over het algemeen ongeveer maar 1,5 kilo, maximaal 2 kilo. Terwijl je dan bij een aluminium statief al heel snel aan 2,5 tot 3 kilo zit. De meeste statieven die beschikken over een twist-lock systeem. En enkel statief dat beschikt over een systeem met clips om de poten los te maken. Nou, ieder van die statieven en ieder van die systemen heeft zo zijn eigen voor- en nadeel. Het is dan ook vooral een persoonlijke keuze van wat jij fijner vindt. Ja, zo geef ik de voorkeur aan het twist-lock systeem, omdat de poten daar, naar mijn idee, daarmee sneller los en weer vast kunt zetten. Nou, of dat echt zo is, ik durf er geen weddenschap over aan te gaan. Maar dat is mijn ervaring. Nou, wat wel belangrijk is wanneer je een statief gaat uitzoeken is, uit hoeveel secties bestaan die poten? Kijk, je kunt heel vaak kiezen uit 3, 4 of 5 secties. Nou, een statief, dat bestaat uit 5 secties per poot, is natuurlijk heel mooi klein en compact. En dat lijkt natuurlijk ook een voordeel. En zo wordt het natuurlijk ook aan je verkocht. Maar de werkelijkheid is echter dat hij in de praktijk eerder... dat je dan eerder een nadeel daarvan ondervindt dan dat het een voordeel is. En natuurlijk is het heel fijn dat je zo'n statief heel eenvoudig kunt meenemen. Maar heel vaak zul je die poten eerst volledig moeten omklappen. Ja, vervolgens moet je 12 sluitingen losdraaien en moet je ook weer 12 sluitingen vastzetten. En dat 2 keer, want je moet je statief uiteindelijk ook weer een keer opbergen. Kortom, zo'n klein rijstatief, dat kost je dus eigenlijk heel veel extra tijd om op te zetten en om weer af te breken. Ja, nog een nadeel van een statief met veel pootsecties is dat het statief daardoor gewoon minder stabiel wordt. Dat komt omdat er meer koppelingen nodig zijn om al die secties met elkaar te verbinden. Bovendien wordt de diameter van al die secties die wordt dus steeds kleiner naarmate je dichter bij het uiteinde van die poot komt. En daardoor wordt de statief dus minder stabiel. Neem dan dus liever een statief dat in de basis wat langer is, dikkere poten kent en minder sluitingen heeft. Die iets grotere statieven, die zet je gewoon veel sneller op en zijn bovendien gewoon ook nog eens een keer een stuk stabieler. Ook hier geldt, kies voor gebruiksgemak in plaats van dat je valt voor het verkooppraatje. Ik zie ook nog eens een keer dat er vaak wordt gekozen voor een statief met een middenkolom. Doe dat nou niet. Maak nou niet diezelfde fout als zoveel anderen maken, omdat het je handig lijkt. Het gebruik voor zo'n middenkolom, die je naar believen kunt in- en uitschuiven om zo de hoogte van je camera aan te passen, die heeft nogal wat nadelen. Natuurlijk, een middenkolom biedt je extra hoogte, maar maakt het statief eigenlijk ook nog eens een keer
onnodig zwaarder dan het feitelijk noodzakelijk is. Maar bovenal, een middenkolom die maakt het statief gewoon minder stabiel. Het is dan eigenlijk gewoon een monopod op een driepoot. Wind kan dan heel makkelijk vat krijgen op je camera. Die middenkolom die gaat daardoor trillen en zwibberen. Met als gevolg dat je dan dus alsnog onscherpe foto's krijgt wanneer je fotografeert met een wat langere sluitertijd. Nou, nog een nadeel van een middenkolom is dat die moet worden verwijderd of moet worden omgedraaid wanneer je heel laag bij de grond wilt gaan fotograferen. Nou, en je zult overigens heel veel vaker laag bij de grond fotograferen dan dat je foto's boven je hoofd wilt maken. Nou, het is dan gewoon heel handig wanneer je gewoon je camera snel en eenvoudig laag bij de grond kunt opstellen. In plaats van dat je jouw camera dan onhandig ondersteboven aan die middenkolom moet gaan hangen. En waarbij je dan nauwelijks zicht hebt op het LCD-schermpje. Dus dat schiet eigenlijk niet echt op. De wat duurdere statieven, die bieden je vrijwel allemaal de mogelijkheid om de rubberen voetjes te verwisselen voor spikes. En zelfs voor sneeuwschoenen. Nou zul je die laatste, die sneeuwschoenen, die zul je in Nederland niet heel snel nodig hebben. Maar spikes, die bieden je wel echt wel grote voordelen. Met behulp van spikes zet je het statief namelijk veel steviger in het zand. En waardoor hij veel stabieler op de grond blijft staan dan een statief dat rust op de rubberen pootjes. Nou, let er wel op dat die spikes heel erg scherp zijn en dat deze heel eenvoudig gewoon je rugzak kunnen doorboren. Ook zul je met spikes onder het statief niet zomaar het vliegtuig in mogen. Het statief moet dan dus mee als ruim bagage. Maar eigenlijk is dat natuurlijk altijd al zo geweest, omdat je een statief natuurlijk ook kunt gebruiken als slagwapen. Vergeet niet dat ieder statief natuurlijk ook gewoon regelmatig onderhoud nodig heeft. Vooral wanneer je veel aan zee fotografeert, dan kan zout een flinke spelbreker zijn. Wanneer je aan zee hebt gefotografeerd, spoel hem dan direct naar thuiskomst gewoon even af met wat kraanwater. Zodat het zout niet kan gaan corroderen met het aluminium van de sluitingen in je statief. Dit specifieke model, dat heeft als voordeel dat het is gemaakt van titanium sluitingen en kan helemaal niet roesten in zeewater. Dus dan mag je hem zelfs iets langer wachten met afspoelen. Maar ik zou adviseren altijd gewoon afspoelen met water. Dan heb ik het verder nog niet gehad natuurlijk over de statiefkop. Ga ik in deze video ook eigenlijk niet doen, omdat de keuze van de statiefkop namelijk minstens zo belangrijk is als het statief zelf en dat verdient gewoon een eigen video. Hier kom ik dus nog eens een keer in een andere video op terug, want het type fotografie dat jij graag beoefent is eigenlijk ook heel bepalend voor het type statiefkop dat je op je camera of op je statief moet plaatsen. Om af te sluiten wil ik je heel graag zeggen dat een goed statief, dat gaat gewoon een leven lang mee. En het is om die reden dus belangrijk om niet te bezuinigen op de keuze van het statief. Maak dus van dat statief geen sluitpost. Wanneer je een goed statief koopt, dan zul je zien dat het heel eenvoudig is om die in en uit elkaar te halen voor onderhoud. En mocht er iets kapot zijn, dan zijn de meeste aanbieders van statieven, die geven je vaak jarenlang garantie op allerlei onderdeeltjes. En dus hoef je je eigenlijk ook geen zorgen te maken op vervangende onderdelen. Mocht je die ooit nodig hebben. Nou, als allerlaatste tip wil ik je graag meegeven dat het bij statieven echt zo is
ja, dat je krijgt waarvoor je betaalt. Kies dus een statief uit de, ja, in ieder geval uit de middenklasse. Of nog beter, ga gewoon voor een wat duurder statief en vermijd de koopjes. Een statief van 200 euro of 250 euro, dat is gewoon troep. Het is echt gewoon helemaal niks. Ja, dat is een statief waar je gewoon gegarandeerd geen plezier aan zult beleven. Nou, koop je nou een statief van 300, 350 euro? Ja, dan ben ik er vrij zeker van dat je dat statief zeker nog een keer in je leven gaat vervangen. Ja, een statief van 400 euro of meer, ja, dat gaat echt aan het leven lang mee. Aan zo'n statief zul je dus eigenlijk ook gewoon het meeste plezier beleven, omdat zo'n statief doet, ja, van wat je ervan verwacht. Nou, heb jij nou nog vragen of opmerkingen over de aanschaf van het statief? Ja, vermeld deze dan onder in de commentsectie, onder deze video. Ja, doe dat ook wanneer je ook nog andere vragen hebt of wanneer je graag een bepaald onderwerp behandeld wil zien worden. Nou, vond je deze video nou leuk of interessant? Ja, geef hem dan een duim omhoog en like deze video. Zo help je mij om dit kanaal en deze video bij anderen onder de aandacht te brengen. Ben jij nog geen lid? Ja, word dan lid door op die knop abonneren te klikken. Klik ook op het belletje ernaast. Ja, YouTube. Ja, die geeft je dan een melding wanneer ik een nieuwe video online heb gezet. Nou, voor nu, ja, bedankt voor het kijken en graag weer tot de volgende keer. Hey, doeg!